laat vanavond? Ik weet nog niet. Ik moet vanmiddag naar een klant. Ik heb geen idee hoe lang het duurt. Gewoon. Bel je even als het uitloopt? Ik bel je sowieso. Hou je nog van me? Wat is dat nou voor vraag? Natuurlijk hou ik van je. En van mijn buik? Klaartje, wat is dit? Natuurlijk hou ik ook van je buik. Ik hou van alles van je. Wel, maar ik bedoel, hou ervan met alles erop en eraan. Gaan we moeilijk doen? Ik hou van je en dat weet je best. En je vindt het echt niet erg dat ik zwanger ben van Tommy? Ik kan niet zeggen dat ik het makkelijk vind, maar ik beschouw de baby als onze baby, echt waar? Het is allemaal wel ingewikkeld, hè? Ja, maar één ding is duidelijk. Ik hou van je. Bewijs, ik wil bewijs. Kom, dan gaan we weer naar bed. Wel maar naar je werk dat je ziek bent. Schat, ik moet echt gaan. Ik moet naar mijn werk. Beloof je dan dat als we vanavond gaan slapen, dat je niet weer hoofdpijn hebt? Gisteravond had ik echt hoofdpijn. Tot vanavond. Mm. Auw! Ja, dus heb ik vanavond weer hoofdpijn. Doe nou, ik moet opschieten. We zijn al laat. Laten we alle twee ons werk bellen en zeggen dat we een uurtje later komen. Ja, Michiel ziet me aankomen. Ik ben zo moe, ik wil weer naar bed. Ja. Maar ik wil niet alleen naar bed, nooit meer. Nou, vanavond, hè? Nou, en nou moet je mij loslaten, want ik heb haast. Huh? Ik wou even ontbijten als het gelegen komt. Goedemorgen, moeder. Morgen. Lekker geslapen? Oh ja, ik heb weer geen oog dicht gedaan. Maar waarom vraag je dan niet Anton of je weer hier komt slapen, wonen? Alles op zijn tijd, liefje. We zijn niet allemaal zo vlot als jij. Nou ja, ik bedoel ook alleen maar dat je dan misschien weer een beetje beter slaapt. Misschien. Jet. Oh, je hoeft je voor mij niet te schamen, hoor, Frederiek. Ik heb niets tegen de jaren seks. Nou ja. Integendeel. De vrouw van mijn dromen wordt over een tijdje oma. En ik word toch ook een beetje opa. En de seks wordt er alleen maar beter op. Jet, zou jij tegen je minnaar of hoe je hem dan ook noemt willen zeggen dat ik niet gediend ben van zulke praatjes? Pieter, moeder laat je weten dat je erg ondeugend bent. Oh, foei. Ik zal het nooit meer doen. Mag ik dan nu voor straf naar bed? Ik ontbijt straks wel, als jullie naar je werk zijn. Dag, moeder. Zo erg was het toch niet? Nee. Nou, ze moet er ook aan wennen, hoor, dat jij er bent. Maar niet lang meer. Huh? Ik moet weg. Oh. Ik ben eigenlijk al te laat. Zo mooi. Tot vanavond. Mam? Ja? Wat is er, lieverd? Wat kijk je, Sip? Kan ik even met je praten? Ja, schat, dat natuurlijk. Maar dat moet vanavond, hè? Want ik ben alweer bijna te laat. Ja, maar mam... Nee, schat, toe. Vanavond praten we. Dag, lievertje. Bladmuziek? Hoe kom je daar nou aan? Oh, dat is uit de inboedel van de een of andere oude pianist. Ja. Leuk, hè? Ja. Kijk eens hier. La vie en rose. Oh, ja. Dat heeft Marlene Dietrich toch nog gezongen? Jawel, jawel. Maar het was van Edith Piaf, hè? Ah. Nou, let op, hoor. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Goedemorgen. Des mots d'amour, les mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est parti dans mon cœur, une part de bonheur. Je connais la cause. Wat heeft u een prachtige stem. Daar moet u iets mee doen. Dank u. Vroeger droomde ik ervan om zangeres te worden. Maar het werd tolk. Tolk? Ja, tolk Frans. Leuk vak, hoor. Ja? Ja, ben veel op reis. Vaak in Parijs. Oh, dat lijkt me heerlijk. Kan ik iets voor u doen? Ik hoop het. Ik zoek een boekje van de Franse dichter Jacques Prévert. Ja? Het heet Parole. Nou ja, dat is niet te geloven. Ik heb het net in mijn handen gehad. Eén moment, hoor. Even kijken waar ik het heb. Ja, hier. Zo. Pardon. Nou, als dat geen toeval is... Toeval bestaat niet. Ik ga toevallig even koffie inschenken. Wilt u ook een kopje? Graag, met melk, alsjeblieft. Ik zoek het gedicht Déjeuner du matin. Waar gaat dat over? Over twee mensen aan een cafétafeltje. De man die doet melk in zijn koffie en suiker en roert en drinkt en steekt een sigaret op en... De vrouw kijkt toe. Dan doet de man zijn hoed op en vertrekt zonder een woord te zeggen.
Ik, wacht even, hier heb ik het. Et il est parti sous la pluie, sans une parole, sans me regarder. Et moi, j'ai pris ma tête dans ma main et j'ai pleuré. Wat prachtig. Hmm. Wat spreekt u mooi Frans. Ja, ik ben nooit verder gekomen dan papa. Fume une pipe. Ja, en maman est dans la cuisine. Koffie, dames. Café au lait. Gaat u zitten. Laten wij tutoyeren, hè? Om een goed Nederlands woord te gebruiken. Ja. Oh, jij hebt een prachtige manier van kleden. Zo. Frans. Ja. Nou, wat ik nu draag is helemaal Nederlands, hoor. Huh? Edgar. Oh. Maar laat ik me even voorstellen. Barbara van Vlieland. Oh, Jet Valkenburg. Dit is Michiel. Michiel Bruining. Wat een snoezige winkel heb je. Nou, de winkel is van Michiel, hoor. Oh, excusez-moi. Ik kreeg de indruk dat jij de eigenaar was. Je straalt iets uit, een bepaalde... Je ne sais pas, une... Bazigheid. Ah, non. Autoriteit. Oh, dank je. Dat is dan een tientje. Zeg, Jet, heb jij zin om mee te gaan vanavond naar een show van Edgar? Vanavond? Hier heb je mijn kaartje. Als je nou tegen 6 uur bij me bent, dan gaan we samen eerst een hapje eten. La Vie en Rose. Een verrukkelijk Frans restaurant. Nou, is dat toepasselijk of niet? Ja, gunst. Nou, het lijkt me enig. Gewoon doen, Jet. Het leven is te kort voor twijfel. Tot vanavond. Dag, Michiel. Dag, Barbara. Barbara. Au revoir. Au revoir. Wat een pracht van een mens, zeg. Nou, daar zou ik graag vriendin mee willen zijn. Ja, zij ook met jou, denk ik. Hè? En ze wil nog wel wat meer ook, hoor. Hè? Wat ben je toch naïef, Jet. Die Barbara is zo lesbisch als een deur. Ach, jij bent alleen maar jaloers omdat ze jou niet eens zag staan. Ja, hallo. Ze valt niet op mannen. Ach, hier staan de aardappelen. Ja. Ik heb ze al geschild. Je hoeft ze alleen maar op te zetten. Ja, maar wie is nou die vrouw waar jij vanavond mee gaat eten? Ja, dat weet ik ook nog niet precies. Maar ze heet Barbara en het is een pracht van een vrouw. Oh, en ik vind het zo leuk dat ze me uitgenodigd heeft. Nou, zo'n modeshow van Edgar had ik ook wel heel erg leuk gevonden. Ander keertje, moeder. Je kan nou echt niet mee. Alsjeblieft, voor jou. Oh, Pieter. En kaartjes voor de bioscoop. Oh. Les Enfants du Paradis draait in het filmhuis vanavond. Nou, dat is dan pech, want Jet heeft een afspraak met een vage vriendin. Ja. Oh, wat jammer. Kun je dat niet afzeggen? Ja, nou, dat zou ik wel kunnen doen. Heel fijn, want ik heb echt zin in een avondje met jou alleen. Ja, maar... Nee, echt, Pieter. Ik vind het verschrikkelijk lief van je, maar ik moet nu weg. Ik heb afgesproken om 6 uur bij Barbara te zijn. En dan, sorry lieverd, dan gaan wij toch een ander keertje naar de film, hè? Wie is Barbara? Barbara? Weet ik nog niet precies. Kom ik vanavond achter. Moeder, zet jij de aardappelen dan op? Tot vanavond. Nou, dan ga ik die maar eens in het water zetten. Belachelijk dat jij dat goed vindt. Jet is een vrije vrouw, Frederik. Nou, je ziet wat er van komt. Daar sta je dan, met je rozen. En daar sta jij dan, met je aardappelen. Dank je. Ik vond je zo stil bij het eten. Is er iets? Nee. Ja, eigenlijk wel. Voel je je niet goed? Ik bedoel, heb je last van je zwangerschap? Dan moet je naar een dokter. Nee, dat is het niet. Ik voel me alleen steeds zwaarder worden en lelijker. Onzin. Je ziet er fantastisch uit. Je straalt. Nou ja, meestal. Ik denk dat Olaf het vreselijk vindt. Wat? Die buik. Daar geloof ik niks van. Oh, nee? En waarom wil hij dan nooit meer met me vrijen? Hij heeft bijna elke avond hoofdpijn. Oh? Ja, ik weet niet of ik nou de aangewezen persoon ben. Ik ben zijn vader, Klaartje. Vinden alle mannen het moeilijk om met een zwangere vrouw seks te hebben?
Moeten jullie nu werkelijk altijd praten over seks? Bemoei je er niet mee, Omi? Ik bemoei me er niet mee, liefje. Ik constateer. Dat is alles. Ik ga weer terug naar mijn tuinhuis. Prima. Pieter? Ja? Die kaartjes voor Les Enfants du Paradis, die waren toch voor vanavond, hè? Ja. Ja, als wij opschieten, dan kunnen we de voorstelling nog halen. Jet komt vanavond pas heel laat thuis. Ach ja, waarom niet? Zullen we dan maar? Het is zo'n prachtige film. Het is de carousel van het leven. Wie stapt erin, wie stapt eruit? Ja hoor, Frederik. Kinderen een kwartje. Zulke mooie kleren gezien. Oh, wat heb ik een geweldige avond gehad. Dank je wel. Ik vond het ook heel bijzonder. Ja. Wil je nog iets drinken? Nee, ik geloof dat wij wel genoeg hebben gehad. Nee, ja. Ik ga naar huis. Maar we zien elkaar morgen toch wel? Ja, geweldig hoor dat je voor me wilt poseren. Voor jou doe ik het graag. Kom eens hier. Ja. Oh ja, wat doe je nou? Dit. Goedenavond. Leuke avond gehad. Ik kon niet slapen. Ik was nog zo onder de indruk van die prachtige film die ik gezien heb samen met jouw man. Doe met mijn man? Jouw verloofde, Jet. Je man, je vriend, je minnaar. Ja, dag je vrouw. Barbara van Vliant. Ja. Dag, Jet. Dag, juffrouw van Vlieland. Mijn moeder, wat doe je nou? Ik werk dat mens de deur uit, Jet. Barbara is mijn vriendin. Dat is een hele gevaarlijke vrouw, Jet. Wie is een gevaarlijke vrouw? Oh, Jet? Pieter. Heb je een nieuwe lipstick? Nee. Je smaakt zo anders, zo... vrouwelijk. Jet is al weg. Mooi. Jou moet ik even alleen spreken. Dat klinkt onheilspellend. Hoe zit het tussen jou en Jet? Ik bedoel, zit dat goed? Is het een bevredigende relatie? Ik dacht dat jij nooit over seks wilde praten, Frederik. Dat wil ik ook niet, maar mijn dochter zit vreselijk in de problemen. Dus ik zou wel moeten. Zit Jet in de problemen? Ik zou niet weten hoe ik het anders moest noemen. Mijn dochter kust vrouwen. Wat is daar mis mee? Op de mond, Pieter, op de mond. Oh. Nou zie je, nou sta jij met een mond vol tanden. En wat moet ik met die wetenschap? Daar moet jij iets aan doen. Doen? Als jij een beetje een man bent, dan gaat mijn dochter niet opeens vreemde vrouwen kussen. Dus het ligt aan mij? Ja. Frederik, waar heb je het over? Jet heeft zich gisteren laten aflebberen door een lesbische vrouw. Hoe weet je dat? Dat heb ik gezien met mijn eigen ogen. Dat ze lesbisch is? Dat ze kuste! Moet ik het voor je uittekenen? Frederik, je maakt weer een heleboel herrie om niks. Mijn dochter is heel snel te beïnvloeden. Voor je het weet, maakt ze er een potje van. Frederik, je moet niet van die rare dingen zeggen, hoor. Je wordt bijna geestig. Pa. Goedemorgen. Ik moet jou wat vragen. Het is nogal persoonlijk. Oh, daar ben ik net voor in de stemming. Kom maar op. Toen mama in verwachting was van mij, gingen jullie toen met elkaar naar bed? Hoe, waarom vraag je dat? Ik bedoel dus toen ze al een flink aantal maanden zwanger was. Ja, we waren nogal vrijerig in die tijd. Dus dus. Dus het is abnormaal dat ik steeds aan het kindje denk. Jij maakt je zorgen om de baby, hè? Ja. En zij wil de hele tijd vrijen. Ach, jij bent er toch ook gekomen? Ben jij wel eens gekust door een vrouw? Nee, wat een stomme vraag. Sorry. Natuurlijk ben ik wel eens gekust door een vrouw. Ja? Oh, en wat vond je ervan? Nou, het is niet mijn grootste hobby.
Jij bent besprongen door die Barbara. Barbara. En ze heeft me niet besprongen. Zo zijn vrouwen niet. Oh, hebben we er opeens verstand van? Ze heeft me heel hartstochtelijk gekust. Nou, zei ik toch. Zo lesbisch als een deur. En, was het lekker? Nou, ik vond het niet echt vervelend. Krijgen we dat weer? Je hebt Pieter toch? Laat je toch niet in de war brengen door zo'n Parijse pot? Oh, Michiel, wat ben jij soms kortzichtig. Soms, weet je, dan zou ik bijna denken dat je hetero was. Kan ik eventjes weg? Ik moet eventjes wat verfspullen halen voor vanavond. Barbara komt voor me poseren. Ja, ik dacht, je hebt gestopt was met schilderen. Ik hoor er nooit meer over. Nee, omdat nooit iemand wil poseren. En Barbara dus wel? Ja. Naakt. Ja, natuurlijk niet. En trouwens, waarom niet? Gees! Wat zijn de lievelingsbloemen van Jet? Oh, ik heb geen idee. Ga je dat versieren met een ruikertje? Jet is hetero, hoor. Nou, en dat zijn vaak de leukste. Hoe bedoel je? Nou, de leukste vrouwen zijn vaak of getrouwd of hetero. Maar dat hoef ik jou toch niet te vertellen. Nou, ik heb geen verstand van vrouwen, hoor. Nou, ik wel. En laat mij jou dit zeggen, Michiel. Hm? Vrouwen. Het is allemaal één pot nat. Arme Jet. Het wordt net als in dat gedicht van Prévert. Moi, j'ai pris ma tête dans ma main, et j'ai pleuré. Mag ik even rechtop gaan zitten? Ja, natuurlijk. Hoe laat is het? Nou ja, arme stakker. Je zit al 3 uur lang doodstil. Wordt het mooi? Een mooi model is het halve werk. Dus jij vindt mij mooi? Prachtig. Ben je aan het schilderen, hè? Nee, moeder, ik ben aan het strijken. Nou goed, kan je niet kloppen? Dag, mevrouw Asselberg. Dag, juffrouw van Vlieland. Heeft u het niet koud? Was Pieter weggestuurd? Nee, moeder, Pieter begrijpt dat ik wel eens een keer een beetje tijd voor mezelf wil. Pieter begrijpt dat. Ik ben al weg. Dag, juffrouw van Vlieland. Ik zal maar iets warmers aandoen. Vol druif zo. Arme Jet, en daar moet jij mee leven. Ja, ja, al een heel leven lang. Arme Jet. Vrouwen kunnen vreselijk zijn, vooral moeders. Ja, maar je moet nou wel weer gaan zitten, hoor. Want anders kan ik niet verder. Je moet natuurlijk ook wel treurig kijken, want anders lijkt het niet meer. Valt niet mee, ik word juist zo vrolijk van jou. Maar goed, ik leg mijn hoofd in mijn hand en ik huil. Ja? Of jullie een wijntje willen. Gestuurd door Frederik? Ja. Nee. Daar, hallo. Ik ben Pieter. Ik ben Barbara. Ik ben... De broer van Jet. Nee, de man. Oh. Jullie zouden broer en zus kunnen zijn. Jullie lijken sprekend op elkaar. Oh, dat heeft nog nooit iemand gezegd. Nou, ik ga maar weer. Hè. Dan kan Jet verder met de schilderij. Wordt mooi. Lijken wij echt op elkaar? Wel, nee. Ik had gewoon zin om hem eventjes in de war te brengen. Nou, dat is dan aardig gelukt. Nee. Mam, mogen we even komen kijken? Hallo, ik ben Klaartje, de dochter van Jet. En dit is Olaf, mijn vriend. Dat is de zoon van Pieter, de vriend van mijn moeder. Ze ziet er helemaal niet uit als een pot. Wegwezen, Klaartje, en neem Olaf mee. Olaf, weg, wegwezen. Je staat in de weg. Oh, sorry. Nee, wij kwamen alleen maar even... Potten kijken. Nou, Tof mens, man. Doei.
Je kon niet slapen, hè? Je lag de hele tijd te woelen. Ach, ja, ik ben een beetje in de war. Van die Barbara? Ja. Ze is verliefd op je, toch? Ja. En daar word je onzeker van? Ze heeft me gezoend. Maar nou denk je dat je lesbisch bent? Maar ja, ik vond het niet echt vervelend. Weet je, het is eigenlijk zo bijzonder als een andere vrouw je mooi vindt. Nou, geniet er dan van. Barbara heeft gelijk. Jij bent heel mooi. Je bent niet jaloers? Wel, nee, ik ken je toch, Jet. Laat mij je nou één ding zeggen. Je wordt van één zoen heus niet lesbisch. Nee, dat weet ik ook wel. Maar ze kijkt op zo'n speciale manier naar me. Zo... Ja, zo. Kom, we gaan naar boven. Voulez-vous coucher avec moi, ce soir? Goedemorgen. Lekker geslapen? Heel lekker. Ja, we hebben ook heel lekker. Ja, gaat het nu 's morgens vroeg ook al over seks? Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Ik heb een mededeling. Voor het geval jullie je misschien zorgen maken, ik ben niet lesbisch. Dat wisten we toch, Jetje. Daarvoor ben je toch veel te gewoon, te normaal. Dank je, moeder. Je hebt wel de hele familie op de kast gejaagd met je relverhalen. Nou, laat ik je dan één ding zeggen. Ik vind die Barbara een pracht van een vrouw. Geen vriendin voor jou, Jet. Nee, moeder, dat klopt. Omdat ik haar niet geven kan wat zij wil. Jullie kunnen toch gewoon vriendinnen blijven? Ja. Het is echt een heel leuk mens. En ze is nog mooi ook. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Zonde eigenlijk. Zo'n mooie vrouw hoeft toch geen put te zijn? Jij bent vreselijk. Mogen alleen lelijke vrouwen soms lesbisch zijn? Dat bedoelt Olaf niet, schatje. Je moet niet altijd overal iets achter zoeken. Voor haar. De pot verwijt de ketel. Sorry, schat. Het was een stomme opmerking. Alle mooie vrouwen mogen pot zijn, behalve jij. Mm. Je moet doen wat je hartje ingeeft. Ik denk dat ik niet vriendin kan zijn met iemand die iets van mij vraagt dat ik niet geven kan. Begrijp je wat ik bedoel? Ik begrijp heel goed wat je bedoelt. Nou, als iedereen begrijpt, dan kunnen we nu misschien gezellig gaan ontbijten. Mag ik de pot? Hè? Pindakaas. Ik denk niet dat ik vriendin kan blijven met Barbara. Ik kan haar toch niet geven wat zij wil. Ja, het lijkt me ook heel moeilijk. Ze wil natuurlijk steeds aan je zitten. Ja. En zoenen. Ja. Nou, daar moet ik ook niet aan denken, hoor. Oh, Jet. Ik kom even afscheid nemen. Ik moet plotseling voor een paar weken naar Parijs voor mijn werk. Dag. Nee, dat moet je niet doen. Ik wil wel vriendin zijn, maar... Maar meer, ik bedoel, ik ben... Hetero. Alles of niets, Jet. Nou, dan maar niks. Het spijt me. Mij ook. Ik ga... Zal ik je nog eens bellen? Nee, doe dat maar niet. Nou, dan ga ik maar. Dag. Haal je? Nee, ach. Ik was net zo blij dat ik eindelijk eens een keer een vriendin had. Ach, je hebt mij toch. En ik ga heus niet aan je zitten, hoor. Nou, bij jou vind ik dat toch ook helemaal niet vervelend. Oh, nee. Gek, hè? Ja. Dat zitten we toch raar in elkaar. Ja.